Impossible, my ass! Oké, laten we maar gewoon... Are you fucking kidding me? Welkom bij weer een video van Leen Positief. Oh Wilbert, wat heb je een coole nieuwe shirt in je achtergrond? Oh my god. Oh, dankjewel comments, dankjewel. Dat jullie dat opviel, dat ik nieuwe shit heb in mijn achtergrond. Wat cool. Ik moet iets bekennen, voordat we gaan spelen moet ik iets bekennen aan jullie. Ik zou eigenlijk gisteren opnemen. Waarom heb je dat niet gedaan, je vieze piece of shit? Nou, omdat ik The Walking Dead moest zien. Kom op, seizoen 7 begon net. En het was een super spannende aflevering. Het was echt... Ik trilde daarna gewoon oprecht. Zo fucking spannend was het. Maar Wilbert, aflevering 2 is al lang uit. Ja, dat komt omdat ik mijn video's van tevoren opneem. Duh. Maar Wilbert, The Walking Dead komt maandag zo'n 10 uur. Ja, maar in Amerika komt het zondag. Dus ik kijk het gewoon via... Ik kijk geen tv. Ik kijk het gewoon via internet. Want where the fuck zou ik wachten? Come the fuck... Come on. Oké, we spelen vandaag Happy Wheels. Laten we gewoon beginnen. Let's go. Oké, dit level heet Extreme Parkour. En een extreem parkour moet je natuurlijk doen met een extreme character. Dus... ik ga gewoon voor de man de fiets. Whatever. Oké. Extreme. Fuck, ik ben even de controls vergeten. Ik heb het heel lang niet gespeeld, oké. Extreme. 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 Extreem. Oké. Okay. Dit gaan we nog een keer proberen. Extreem. Kijk, dat is beter. Kijk. Ik weet niet wat er fucking gaande is met mijn lichaam, maar you know, whatever. Mijn lichaam is heel erg naar beneden aan het gaan. Oké. Extreem. Ja, kijk. Oh god. Kom op, kom op. Ik heb geen ruggengraat. Ik ben zo'n daredevil. Ik heb geen ruggengraat. Oh, come on. Is dit serieus? Ga je nou... Kom op. Oh, daar is mijn ruggengraat weer. En dat betekent nu ook dat ik meer extreme dingen kan doen, zoals... Oké, ik moet echt weer een andere... Dit is een... Oké, dit keer for real. Extreem. 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 Ja, oké. Boeien, want mijn nek door de tering. Oké, kom op. We gaan voor het extreme parkour. En we gaan het halen ook. Nee. Waarom ik deze rondje aan het gaan? Nee. 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 Kijk, dit wordt hem. Ha! Kijk, check dit. Dit is pure tactiek gaan we hiervoor. Pure, oh god. Pure tactiek. Pure tactiek. Hier, kijk dan fucking... Oh, ik denk dat ik mijn nek al zou breken. Kijk. Hoppakee. Gewoon met mijn hoofd raak ik de finish. Ik ben niet eens echt op de finish en toch gefinished. Dat was een fucking... Ik geef de level 5 sterren. Oké, ik ben niet ingelogd. Ik geef toe, ik heb geen account. Oké, dit level heet Dead. Dus ik ga met de kerstman. Deze titel is accuraat. Plane Crash Survival. Ik heb geen idee welke... Oké, ik ben die met de kont omhoog. Waarom niet? Jongens. Oké, sorry. Ik ben niet in dat soort dingen. Oké. Bye. Oh. Nu ga ik het halen. Ik moet alleen even uitvinden hoe de fucking shit vastpak. Oké, zo. Got it. Oh jongens, ik heb dit. Oh god. Nee. Hou je vast aan iets. Nee! Balloon, kom hier! Oh. Ik ben benieuwd waar dit vliegtuig overheen vloog op het moment dat ik land op stekels. Oké, wat? Ga je lekker, mevrouw? Is alles goed? Ja? Cool. Nu heb ik dit voor altijd vast. Ja, dit is de meest comfortabele houding tijdens een vliegtuigcrash. Onthoud dat! Dit is zeer comfortabel en de piloot lijkt op mij. Dus ik was de piloot. Ik ben verantwoordelijk voor deze crash. Kijk. Waarom is dit comfortabel? Nou, je breekt niks, schijnbaar. En je kan ook nog eens comfortabel poepen. Want weet je, als je in een plane crash zit, dan poep je hem. Geloof me. Dat wil je niet ervaren. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar geloof me, je wil comfortabel kunnen poepen in dat geval. We zijn nog steeds aan het crashen. Many months later. Ja, hoe lang is het tot ik dood ga? Ga ik straks? Of nu? Of wat maakt het uit?
Schijnbaar ga ik toch gewoon voor altijd door. Ik bedoel, waarschijnlijk had niemand gedacht dat dit level mogelijk was. En blijf je gewoon voor altijd rondjes draaien. Het lijkt alsof we ergens heen gaan, maar dat is helemaal niet zo. Whoop! I'm out. Later, people. Wow! Zie, daar is de al. Ik voel me bepiepeld. Dit level heeft me bepiepeld! We konden helemaal niet finishen! Dit is niet mogelijk! Super hard battle run. Nou ja, als ik ergens goed in ben. Hi. Oké, hallo. Ja. Daar gaan we weer. Nu ben ik heel goed. Woe! Nee! Mijn leven! Oké, ik moet jullie eens vertellen. Stiekem ben ik hier gewoon super goed in. Ik weet, ik heb de tactieken. Ik heb jaren geoefend. En nu ben ik dood. Jaren training met meester Yoda. Jaren geoefend om mijn kind mee te nemen op deze fietstocht. Aal. Zit je lekker zo? Ik bedoel, zover ik zie ben ik nog levend. Ik bedoel, daar lijkt het op. Oké, we gaan ervoor. Zoon, dit wordt hem! Oké, ik klik dit level maar gewoon zo en zo. Dit heet Kwebbelkop Don't Move. Waarom heet het Kwebbelkop Don't Move? Ik ga niet bewegen, ik hou mijn handen ook hier. Ik ben niet aan het bewegen nu op dit moment. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Zullen we het halen of niet? En ik ben mijn voet kwijt. Awesome. Oké, dit level heet Totally Awesome. Dus het zou Totally Awesome moeten zijn. Ik voel me bepiepeld. Oké, dit level heet Impossible Course. Dus ik ben benieuwd. Het staat er ook al. Welcome to... Ah! Oh. Vandaag gaat Willy Bobo de meest epische pogo-sprong ooit doen. Willy Bobo doet zijn pogo-stick omlaag. En laat los. En oh. Hij kreeg een harpoen. Door zijn poepert. Dat is hoe dat afloopt. Oké. En nu is... Oké. Cool. Oké, dit level dat we nu gaan spelen heet Impossible 1000. Ik ben benieuwd. Impossible my ass! Oké, laten we maar gewoon... Are you fucking kidding me? Dit level heeft me... Ja, het is impossible als je mijn internet erdoor laat crashen. Als je mijn internetbrowser laat crashen. Awesome. Cool. Awesome. Oké, als er iets bleek in de vorige aflevering is dat ik goed was in ball throws. Dus als ik ergens beter in moet zijn, is het... Bottle throw. Als er iets is waar ik beter in ben... is het... Bottle throw. Come on. Oké, nu is het on. Oké, nu ik weet hoe het moet. Ik ga voor de meest epische throw ever. Let's go! Oh. Nee! Zeg ik! Tegen water! Ho! Yay! Oké, dit is spike jump. Let's go! Wow! Ik heb geen idee! Ik ben nog steeds ziek. Dit lijkt me een level voor mij. Het heet Noob Level. Let's go! Zodat als jullie me soms hoesten horen... Als jullie gaan van... Oh, ga ziek in je piece of shit! Je bent ziek! Ga ziek op bed liggen, fucking asshole! Nee! Nee, dat wordt het niet. Helaas, ik wil video's maken, want dat is leuk. En jullie kijken ernaar. En jullie vinden het hopelijk ook leuk. Maar dat kan ik niet niet bewegen. Zoon, weet dat ik nooit van je heb gehouden als we er niet overleven. Ik heb jou nog eens geadopteerd. Denk ik. Oh. Oké, dat is raar. Dit is heel raar. Oké. En ik ben dood. Oké, dit moet zo nodig hard zijn. Dus laten we kijken. Ik ben namelijk pro. Dit kindje kijkt me raar aan. Dus doei. Dat is oké. Daar gaan mijn zwaarden. Cool. Ja! Hoppakee, de zwerver is er vandoor. En
Ik ben ook dood. Opperste concentratie. Nee, nee. Eerst even shimmy, shimmy, shimmy. Hup. Oké, nu kan ik de bovenste pakken weer. Ik heb... Zie, ik zei het toch. Ik heb getraind. Oké, 5 euro. Ha! Zie? 10 euro. Ik heb geen idee aan wie ik deze 10 euro ga geven. Ik leg dit zwaard daar neer. En daar eindig ik het mee. Ik ben te goed hiervoor. Vonden jullie deze aflevering van Happy Wheels leuk? Laat het me weten in de reacties beneden. Hè? Hebben jullie zoiets van, bitch, speel dit spel. Dan speel ik het gewoon. Want ik doe de spellen die jullie willen dat ik speel. Maar Wilbert, niemand wil Happy Wheels. Je fucking piece of shit. Maakt niet uit, oké? Okay? Laat een duimpje omhoog achter. En abonneer. Dat zal vooral helpen. Jesus fucking Christ. Abonneer. Als jullie niet abonneren, ga ik jullie ouders bellen. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!